kan lekker in het shot, zie ik. Hallo. Nee, je mag de grond niet aanraken. Ik ben ermee. Oh shit, de laser is knal. Ah. Oei, oei. Allereerst wil ik even zeggen dat wat we vandaag gaan doen, dat is mijn droom. Als kind wilde ik maar één ding worden. Meesterinbreker. Oh, ik dacht hangen in een tuigje. Laat alsjeblieft geen windje. Dat zou op dit moment desastreus zijn. We hangen hier in een zwaar beveiligd museum. En we hangen hier niet zomaar. Nee, we gaan het allerbeste alarmsysteem van de hele wereld kraken. Ja, het... En dan pikken we de zonnekap van de camera. Het van de zalm. Het eerste alarm ging al af. Hallo? Ik ben even bezig. Ik ben aan het inbreken. Ja. Oké, mama, ik bel je later terug. I love you. Meet Erik Polissen. Deze man is dé expert op het gebied van high-tech camera-apparatuur. Hij heeft heel veel special gear en vandaag zullen wij de strijd aangaan met zijn top-of-the-bill beveiligingscamera. Erik, we kennen allemaal die scène van Ethan Hunt dat hij de vloer niet mag aanraken. Of die scène van Ocean's 12, dat die man zeg maar een soort van breakdansen tussen de lasers doorgaat. Ja. Maar is dat in het echt nou ook zo? Nee. In principe kun je met de techniek zeg maar een volledige ruimte detecteren. En hoef je die niet met allerlei laserstraaltjes zeg maar lijntjes uit te zetten. Maar het bestaat dus niet dat je een ruimte hebt vol met van die lasers die bewegen die je niet mag doorbreken? Nee, dat bestaat niet. Nee. Dat is meer een lasershow dan detectie. Wat is dan eigenlijk het beste systeem om een museum of een belangrijke plek te beveiligen? Voor dit museum maken we gebruik van een, zoals wij dat noemen, een passief infraroodmelder. En die werkt op warmte. En die kijkt dus alleen maar naar het verschil van infrarood wat voorbij komt. Je vinger afkoelen. Ja. Oh shit, kijk, het werkt. Maar eigenlijk als we dit systeem om de tuin willen leiden, dan moeten we dus iets aantrekken wat dik genoeg is dat onze warmte er niet doorheen komt. Ja, dat zeg je goed. Ja. Als jij geen warmte meer laat zien, hè, doordat jouw temperatuur gelijk wordt met de omgeving, dan zal de camera je niet meer zien. In de gang van dit museum hangt een infrarood beveiligingssysteem. En als onze lichaamstemperatuur niet gelijk is aan de omgeving, dan wordt het alarm ingeschakeld. De snorredief en ik moeten door de gang zien te komen om de buit te stelen. Wat voor pak ben je aan het aantrekken? Oh, brandweermannenpak. Is er brand? Nog niet. Er is hier een brand gaande van 37 graden. Nou ja, eigenlijk wel, ja, inderdaad. Ja. En daarom hebben we deze brandblusser meegenomen. Want deze shit is heel koud. We hebben ook in een aflevering van Survival at Home laten zien dat je hiermee heel snel ijs kan maken. Dus hebben we een flashback of gaan we gewoon door? Ja, kan. Ja, dan zeg je uit maar. Komt het je uit? Ja. Dan gaan we even kijken. Erik, ik heb hier een koolzuursneeuwblusser. Daarmee ga ik straks Dennis inspuiten. Daardoor zou zijn temperatuur afkoelen, of de buitentemperatuur. Zou dat zin hebben? Ja, je gaat in ieder geval veel minder infrarood uitstralen. Alleen de vraag is inderdaad, kun je exact de omgevingstemperatuur bereiken? In de categorie slecht ideeën, 3, 2, 1. Je bent bijna verdwenen, joh. Oh nee, toch niet. Verdraaid. Erik, waarom werkte dit nou niet? Nou, je zag wel in de infraroodcamera dat je één grote witte vlak zag. Hè? Omdat ook die wolk die was net zo koud als jouw pak. Alleen je loopt weg richting die ruimte. En die ruimte heeft een andere temperatuur. En dan ziet dus die melder ziet jou toch. Maar het is dus niet eens zozeer zaak dat we onze lichaamstemperatuur omlaag brengen. We moeten gewoon precies dezelfde temperatuur als die gang hebben. Ja, dat is dus inderdaad het lastige. Ja. We hebben hier een warmtekanon. En heb jij een thermometer bij om te kijken wat de temperatuur van deze ruimte is? Nee. Oké. Oh. Jawel. Wat verdomme, het is hier koud. 19,5. We gaan die hele gang 37 graden maken. De ruimte is nu 35 graden. Maar als je daar blijft staan, dan krijg je dezelfde temperatuur als de kamer als het goed is.